Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik je mijn weekendavondroutine laten zien. Het is nu zaterdagavond en ik heb net lekker pizza gegeten. Dit is niet de echte standaard zaterdagavond. Maar wanneer ik echt een lekker relax avondje heb, dan doe ik dit wel allemaal. En vandaag ga ik gewoon voor een relax avondje, aangezien ik dat wel echt even nodig heb. Want ik heb gisteren een tentamen gehad en ik heb maandag een tentamen. Dus ik ben wel echt even toe aan een beetje ontspanning. Ik vind trouwens dat mijn lippenstift echt nog verrassend goed zit na het eten van mijn pizza. Maar goed, ik ga je dus in deze video meenemen in mijn weekendavondroutine op deze zaterdagavond. Ik hoop dat je het leuk vindt. En laten we nu dan maar gaan beginnen. Het is nu inmiddels 7:15 en ik heb dus net avond gegeten. Het is niet altijd dat ik zo vroeg klaar ben, maar vandaag ben ik toevallig vroeg klaar. En heb ik besloten dat ik vandaag op tijd ga douchen, zodat ik lekker rustig aan mijn hele avondroutine kan uitvoeren. Dus ik ga nu naar de douche toe. Ik vind het tijdens het douchen altijd lekker om muziek te luisteren. Dus ik heb deze speaker en die is speciaal voor in de badkamer. En die heb ik gekocht bij de Action volgens mij. Ja, bij de Action. En ik vind hem echt super fijn werken. Je kan hem gewoon met een zuignap aan de tegeltjes hangen, dus super handig. En je kan hem met Bluetooth verbinden met je telefoon. Dus ik ga nu eventjes een afspeellijst opzetten via Spotify en dan ga ik lekker douchen. En ik heb mijn make-up er net al onder de douche afgehaald met dit doekje. Deze heb ik van de Action. Hiermee gaat je make-up er super makkelijk af onder de douche. Maar omdat er meestal nog wel wat restjes op zitten, ga ik nog eventjes deze cleansing tonic gebruiken van de Ethos. Als ik dus niet mijn make-up eraf haal onder de douche, dan gebruik ik ook nog deze cleansing milk van de Ethos, van hetzelfde merk. Dit is trouwens allebei hypoallergeen en mijn huid kan heel slecht tegen dingen. Dus vandaar dat ik deze gebruik en deze zijn echt geweldig. En na deze tonic gebruik ik dan meestal ook nog deze cleansing foam om echt alles lekker schoon te krijgen. En hier krijg je echt een super zachte huid van. Dit is trouwens niet gesponsord, maar ik vind deze producten gewoon super fijn. Zo, ik ben inmiddels helemaal klaar met douchen en mijn haar feunen. En ik heb echt een rood hoofd ervan gekregen, maar dat maakt verder niet uit. Ik ga nu lekker een maskertje opdoen en ik ga er even eentje kiezen uit deze hele grote doos met allemaal maskers en andere beauty spullen. Dat wordt nog een lastige keuze, want ik heb heel veel keuze zo te zien aan deze hele volle mand. Ik denk dat ik ga voor dit masker. En deze heb ik echt al een hele tijd geleden gekocht bij de Action. Ik heb er daar dus nog twee van. Een groene en nog een blauwe. En deze heb ik dus nog nooit geprobeerd. Dus ik ga deze denk ik even uitproberen. Even kijken, hij moet... Oh, 5 tot 10 minuten, dat is best kort. In de tijd dat het masker erop zit, ga ik alvast eventjes een lekker kopje thee zetten. En in de tijd dat ik daarmee klaar ben, dan mag het masker er denk ik alweer af. Want hij hoeft dus maar 5 tot 10 minuten, dus super kort. Ik ben benieuwd wat het doet, want het is dus een soort scrubmasker. En ik heb deze dus nog nooit gebruikt, zoals ik net al zei. Zo, mijn oren zijn rood, joh, van het douchen. Om het masker er vanaf te gaan halen. Zo, het masker is eraf. En mijn gezicht is echt super lekker zacht. Want er zitten natuurlijk ook van die scrubdeeltjes in. Dus het is echt heel erg fijn. Ik vind het vandaag tijd om weer eens een keer mijn nagels te gaan lakken. Oh, super mooi dit plukje.
Maar ik heb laatst dus deze nagel ook gekocht in de sale van Essence. En hij was dus met 50% korting. Ik weet niet of de kleur echt heel goed overkomt, omdat het natuurlijk avond is en donker. Nageltjes zijn gedaan. Ik ben er super blij mee. Ik moet het nog wel even een beetje beter laten drogen. Ik ben altijd zo ongeduldig met nagellak. Dat is echt niet normaal. Maar ik ga nu eventjes lekker op de bank zitten en YouTube kijken. En ik heb deze super lekkere chocolaatjes. Dit is echt een van de lekkerste chocola die ik ken. En ja, het is dus kinderchocola. En het is niet alleen voor kinderen. Het is ook voor mensen die 22 zijn. Ik heb mijn tanden gepoetst en het is tijd om naar bed te gaan. Ik doe nog even deze nachtcreme op. Deze is ook van hetzelfde merk van de Ethos. Als al die andere gezichtsreinigingsdingen. Dit is dus een nachtcreme en deze is ook super fijn, vind ik. Wow, ik deed mijn knot uit en ik heb ineens echt vet veel krullen. Super grappig. Ik ben benieuwd eigenlijk of dat er morgen dan nog in zit. Het is heel leuk om zoveel kussens op je bed te hebben. Maar het is toch wel een dingetje dat je die er elke avond af moet halen. En elke ochtend weer op moet doen. Maar ik doe het wel netjes elke dag. Dus ik ben wel trots op mezelf dat ik dat elke dag doe. Maar nu moet ze er dus weer af, want ik ga lekker naar bed. Zo, ik kan lekker mijn bed in. Meestal als ik dan in het weekend naar bed ga, check ik meestal nog even social media. Of ik kijk nog even YouTube of Netflix voordat ik ga slapen. En dat ga ik nu denk ik ook nog eventjes doen. Het is nu middels 12 uur en ik vind het wel tijd om te gaan slapen. Dus dat ga ik doen. Ik hoop dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Als dat zo was, doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren als je meer video's van mij wilt zien. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. En wat rust.